Is Suriname klaar voor naaktfotografie? Hoewel hij hoopt dat dat wel gebeurt, vindt Andy Horne van niet. We hebben een gesprek met hem gehad, omdat hij wel naaktfotografie heeft geëxposeerd tijdens de afgelopen nationale kunstbeurs waaraan hij heeft meegedaan. Luistert u mee. Suriname, het is boeiend dat Suriname er nog niet klaar voor is. Maar we moeten ons wel klaar gaan maken daarvoor. En jij doet een beetje, zeg maar, de eerste aanzet? Nee, ik ben niet de eerste geweest. Of ik doe niet de eerste aanzet. Dat is sowieso bij andere fotografen geweest. Maar ik durf het wel te exposeren. Ja. Ja. Want jij gaat een expositie houden binnenkort? Of het is al gehouden? Het is gehouden, de Nationale Kunstbeurs. Dat was vorige week. Vorig weekend. Maar ik zit wel te denken om andere projecten van mij wel te exposeren. Ja. En hoe is het ontvangen tijdens de Nationale Kunstbeurs? Nou, er waren verschillende reacties. Sowieso goed. Andere mensen, je zag wel dat mensen een beetje bang voor waren enzovoorts. Om gewoon te stoppen en ernaar te kijken of vragen te stellen ervan. Maar er waren ook wel positieve reacties. Mensen die het heel mooi vonden, gedurfd vonden. En er zijn ook bepaalde mensen eerlijk geweest om te zeggen van het is mooi, maar ik zou het nooit kopen om te zetten in mijn huis als ik er niet op sta. Ja. Ja. Wat is jouw mening er zelf over? Want je hebt ook andere projecten gedraaid en nu ben je dus eigenlijk overgestapt op naaktfotografie. Wat ik er zelf van vind? Nou, het is een pure vorm van de mens eigenlijk weergeven qua fotografie. Wat ik altijd zei is, als je als kind geboren wordt, ben je naakt. Je bent onschuldig, je weet niet eens dat je geen kleding aan hebt of wat dan ook. Dus waarom niet een naakte fotoshoot doen om je puurheid gewoon te bewijzen? Je bent hoe je bent imperfect. En waarom jezelf voorschamen om zo daar te staan? Ja. Zou de indruk kunnen ontstaan dat mensen het verwarren met pornografie? Oh ja, jawel. Er is een heel, heel fijne grens of lijn tussen pornografie en naaktfotografie. Als ik het zo mag zeggen, bij pornografie ja, zijn de intenties, de poseringen enzovoort zijn ook heel anders. Dat is om mensen echt op te gaan winden. Maar bij kunstfotografie, bepaalde geslachtsdelen enzovoorts, die worden vaak genoeg bedekt. En de figuren worden eigenlijk meer naar voren gebracht, kan je zeggen. Ja. Ja. Is het moeilijker dan normale fotografie? Ik ervaar het heel anders. Ik zou niet zeggen dat het moeilijker is als het gaat om modellen vinden of mensen vinden die bereid zijn dat te willen doen en te willen exposeren of wat dan ook, of te publiceren, is het wel moeilijker. Maar voor mij persoon is het niet echt moeilijk om iemand naakt te fotograferen. Ja. Maar de modellen, zijn die ook eens... Dan komen we terug op die Suriname vraag. Zijn die er ready voor? Ik geloof van wel. Maar er zijn verschillende aspecten alvorens een model uit de kleren gaat om deel te nemen aan een fotoshoot. Het comfort aspect. De persoon moet ook comfortabel zijn met de fotograaf. De persoon moet wel zo ver zijn om te kunnen zeggen, weet je wat, ik wil gewoon naakt tentoonstellen of poseren of zo. Dus ja, ik denk wel dat ze er zijn, maar men is toch nog een beetje huiverig om gewoon puur wegens de reacties dat mensen kunnen geven. Bepaalde zijn positief, bepaalde zijn negatief. Maar ik denk wel dat ze er zijn. Ja. Wat is de leukste reactie die je tot nu toe hebt gehad? Zo, ik heb een aantal leuke reacties gehad. Maar er waren wel een heleboel minder leuke. Die heb ik eigenlijk wel onthouden. Maar ik begin me dan alvast die minder leuke te vertellen. Eentje die je toch wel eens bijgebleven van. Er was iemand online die
schreef dat een model lelijk was en als ze zich niet kan schamen enzovoort. Terwijl, het hoeft niet. Weet je, iemand zet gewoon, joma, enzovoort, enzovoort. En ik ben in de fout gegaan die dag om ook te reageren. Om ook te reageren, ja. En, maar best wel een beetje sarcastisch reageren naar de persoon. En dan gaat de persoon echt heel ver. Van ja, ik ga je moeder of ik ga je vrouw dit aandoen en je dochter dit aandoen, enzovoort, enzovoort. Maar, zo, ik zeg zo reageren mensen met een lage IQ, zo'n beetje. Dus ik laat ze in hun waarde. Dus we hebben het nu gehad over de minder leuke reacties. Maar er moet toch één mooie zijn die je kan herinneren? Er was een heer, ik ben zijn naam even kwijt. Maar hij kwam daar staan en hij maakte een paar stappen naar achteren. En ik keek even naar hem, naar zijn reactie. En je zag wel dat hij echt bedenkend aan het kijken was. En ik vroeg hem van, wat vindt u zelfs ervan? Hij zegt van, is heel apart, is mooi. De licht invallen enzovoort en zo, daarvoor spraken we dan even. En later zei hij van, ja, ik zou deze foto ook kunnen maken. Ik dacht, oké, ja. Ieder kan, alle fotografen kunnen die foto maken, maar ik weet niet als het precies hetzelfde zal uitkomen. Omdat er sowieso verschillende aspecten zijn waarmee je rekening moet houden enzovoort. Maar het gesprek met die meneer was ook heel leuk. Het andere was dat ik aangeboden werd om mijn werken dan te plaatsen in een online gallery in Nederland. Dus ja. Het heeft toch wel wat opgeleverd? Sowieso. Er zijn nog geen werken verkocht, maar, dus fysiek, maar er zijn wel aanbiedingen binnengekomen. We hebben het eerder gehad eigenlijk over de taboesfeer waarin naaktfotografie zich nog verkeert. Een beetje misschien een bemoeizuchtige vraag. Je hebt een partner. Hoe staat zij er tegenover dat je modellen naakt fotografeert? Nou, dat is sowieso even een probleem geweest. Maar bepaalde dingen laat je, bepaalde projecten voor de goede gang van zaken en goede samenlevingssfeer enzovoort. Dan zeg je niet alles wat je precies gaat doen, maar wanneer het al gedaan is, dan wijs je er en ziet zij zelfs ook van, het is mooi. Krijg ik wel positieve reacties van haar uit. Maar ik moet eerlijk zeggen, ze staat wel achter me als ik bepaalde dingen wil doen. En ik er vertel van, oké, ik wil het zo doen, ik wil het zo doen. De persoon gaat naakt zijn enzovoort. Dan heb je wel even het vrouw-eigenschap, maar uiteindelijk gaat ze wel mee ermee. Waar wil je hiermee naartoe? Nou, ik zou echt graag de taboesfeer hier in Suriname willen verbreken. En ik wil sowieso veel meer gaan doen. Ik heb nog, als ik het goed heb, 3 of 4 projecten dat ik bezig ben uit te schrijven. En waarvan bepaalde van ze een paar naakte shoots zijn. Dus als ik modellen vind, dan kan ik ze sowieso, kan ik die projecten sowieso gaan doen. En daarnaast ben ik ook nog bezig met Surinaamse mineralen te gebruiken en te incorporeren in de foto's. En ja, ook, sowieso ook de boodschap dat ik eruit kan halen. Ja. Toch nog een laatste vraag. Ik zie een foto daar staan achter je met een man en een vrouw. Maar je hebt ook wel kunstenaars of fotografen die zich meer focussen op het vrouwelijk lichaam. Sommigen focussen zich juist meer op het mannelijk lichaam. Hoe zit dat bij jou? Ik focus me eigenlijk gewoon op het menselijk lichaam. Voor mij maakt het niet uit als je man bent of vrouw. Het is fotografie. Bij mij gaat het echt meer om het spelen met licht. Schaduwen creëren, drama creëren, het gevoel eigenlijk gaan creëren en tot uiting laten komen op mijn foto. En dat maakt dan voor mij niet uit als het door een man komt, door een mannelijke subject of een vrouwelijke subject. Ja. Ja. Zijn trouwens reacties gehad? Je hebt de modellen die je bij deze expo hebt gebruikt? Een aantal mensen waren sowieso positief over, een aantal mensen een beetje negatief.
Maar tot wat ik tot nu toe heb gehoord, misschien ook wel iets wat minder, dat je als ouder, dat je van je ouder misschien niet de reactie had verwacht dat je zou willen krijgen. Maar uiteindelijk als komen ze er overheen en gaan ze dan gewoon rustig verder. Feitelijk, feit bleef, wat ik zo hoor, jij gaat door. Oh ja, sowieso. Ik ben bezig mijn bucketlist af te werken. En dat was dus een gesprek dat we hebben gehad met Andieu Horne, fotograaf. Die heeft deelgenomen aan de Nationale Kunstbeurs 2022. En hij heeft daarbij naaktfotografie geëxposeerd. Prachtige foto's, prachtige modellen. Maar niet iedereen was het daarmee eens.